Sinds 2017 is een nieuwe Opel Grandland X uit. In deze video gaan we de uiterlijk van de Opel Grandland X bekijken. Kijken jullie mee? Hallo, mijn naam is Hendrik Liewers van Liewers Roden en wekelijks komt op dit YouTube kanaal een leuke video over uitleg van een Opel systeem of presentatie van een Opel model zoals deze. Nou, volg je niet ons kanaal, ik zou zeggen, abonneer je via de knop hieronder, zodat je wekelijks op de hoogte blijft van leuke video's. Nou, zoals ik al zei, in deze video gaan we dus uitleg geven over het exterieur van de Opel Grandland X. We hebben hier het model staan, dus de ultimate uitvoering. En ik laat allemaal zien welke mogelijkheden er allemaal zijn. Kijken jullie mee? Nou, dan beginnen we natuurlijk aan de voorkant van de Opel Grandland X. Nou, wat daar natuurlijk opvalt is natuurlijk het mooie Opel logo met de twee wings aan de zijkant. Natuurlijk de LED verlichting, LED dagrijverlichting. Het is natuurlijk ook mogelijk om de auto nog te zien van LED AFL verlichting. Het is natuurlijk een verlichtingssysteem wat nog meer lichtopbrengst heeft en zich helemaal automatisch ook aanpast. Zoals ik al zei, dit is dus de ultimate uitvoering waar we nu bij zijn. Dus de meest luxe uitvoering. En de Grandland X is ook nog leefbaar in de Business Executive, de Innovation en 120 jaar Edition uitvoering. Nou, parkeersensoren zitten natuurlijk ook aan de voorkant, wat mogelijk is. En wat ook mogelijk is de 360 graden camera. Je kunt dus kiezen voor alleen een achteruitcamera of de 360 graden camera. En heeft hij aan de voorkant onder het logo ook nog een camera. Als we onder het kentekenplaat gaan kijken, dan zien we daar nog een plaat zitten. Dat is ook nog de sensor voor de botsherkenning en ook voor de adaptieve cruise control als deze erbij besteld is. Nou, qua velgen zijn natuurlijk ook verschillende mogelijkheden. Het model dat we hier zien is een 18-inch velg. En die heeft dan de zwarte inleg. Je hebt deze ook nog met een donkergrijze inleg. Hij is nog in een 19-inch velg leverbaar en 17-inch. Standaard is de Grandland X voorzien in één kleur. Maar deze heeft nog als optie nog een panoramadak. Als je het panoramadak bestelt, dan is hij niet mogelijk met zilverkleurige dakreling. En met zilverkleurige dakreling kun je uiteraard ook bij de normale uitvoering kun je bijbestellen. Je kunt ook kiezen voor een zwart dak. Dan heeft hij ook zwarte spiegelkappen. En zwarte spiegelkappen heeft hij ook als je het panoramadak bestelt. Nou, als hier aan de zijkant bij de deurklink zitten de auto's te zien van deze auto's te zien van Keyless Entry. Daar hebben we laatst ook een video van gemaakt over de Crossland X. Ik zal hem ook linken hierbovenin, zodat je die kunt bekijken met de uitleg daarin. Er zijn dus twee ribbels aan de zijkant. Als je daarop klikt met de sleutel bij, dan gaat de auto dus op slot. Spiegels zullen ook elektrisch inklappen. Wanneer ik hem open kan doen, hou ik mijn hand hierachter, uiteraard met de sleutel bij me. De deuren gaan open en de spiegels worden ook uitgeklapt. Nou, Keyless Entry heeft eigenlijk vanaf de Innovation al standaard. De 120 jaar edition die is gewoon voorzien van centraal deurverstelling met afstandsbediening. Wat uiteraard bij de Keyless Entry ook kan. Maar dan heb je niet deze knopjes daarop zitten. Nou, voor noodgevallen zit er aan de zijkant ook nog een slot. Daarmee kun je aan de binnenkant van deze sleutel zit ook nog een klein sleuteltje. Waarbij je ook nog in noodgevallen de deur daarmee open kunt maken. Nou, zoals ik al zei is deze auto dus voorzien van een panoramadak. Dat is een dak waar je natuurlijk extra nog bij kunt bestellen. Dit dak kan niet open. Maar wel kan er zonnewering elektrisch worden eroverheen komen. Zodat er uiteraard de zon niet te fel naar binnen schijnt. Geeft dus een prachtig meer lichtopbrengst in de auto. En ook een stoer uiterlijk. Nou, dan zijn we nu aanbeland aan de achterkant van de auto. Daarin zien we ook mooi de LED verlichting aan de achterkant. En ook achter de parkeersensoren. Nou, deze auto heeft ook nog automatische inparkeersensoren. Dan zie je dus aan de zijkant hier nog een extra sensor zitten. Waardoor die dan helpt met inparkeren. Ook daarin hebben wij een leuke video gemaakt. Dat is wel betreft met de Crossland X. Maar die geeft precies dezelfde werking aan. Ook deze video zal ik hierbovenin uiteraard even linken. Zodat je die ook kunt bekijken. Nou, hierboven de kentekenplaat. Daar bevindt zich ook de achteruitrijcamera. Hij is dus mogelijk en standaard voorzien bij de Innovation uitvoering met gewoon een achteruitrijcamera. Als extra kun je op de Innovation en op de Ultimate kun je ook nog een 360 graden camera bijbestellen. De achterklep die is ook elektrisch bedienbaar. Dat kan dus niet, is niet bij alle uitvoeringen zo. Maar bij sommige uitvoeringen is dus elektrisch bedienbaar. Dat werkt dus als volgt. Je kan het dus door middel van een voetsensor.
Nou, uiteraard moet je de sleutel dan wel in de buurt hebben. Ik heb hem nou in mijn broekzak. En je kunt inderdaad ook de deur of de achterklep weer dicht doen. Dat kan door middel van deze knop die hier zit. En ook de knop die hier zit. Kan die ook inderdaad mee dicht. Of door middel van de voetsensor weer. Dat kan uiteraard ook. Nou, en wanneer je keyless entry erbij hebt, kun je met de middelste knop. De bovenste is dus voor de deuren dicht te doen. De onderste is voor de deuren open te doen met de middelste knop. Als je die ingedrukt houdt, gaat de achterklep ook elektrisch open. Nou, dat kun je dus heel mooi op afstand al doen. En dicht, druk hem er weer op, gaat hij weer dicht. Nou, en de derde mogelijkheid is ook nog om gewoon op de sensor hier te drukken. Zodat hij ook weer open kan. En dicht uiteraard via deze knop of deze knop. Je kunt deze ook nog op verschillende hoogtes instellen. Dus wanneer je bijvoorbeeld de auto in een parkeergarage of in een lage garage parkeert, kun je hem zo instellen dat hij uiteraard niet te ver omhoog gaat, waardoor hij tegen het dak misschien aankomt. Dus die instelling is uiteraard ook nog mogelijk. Nou, rechtsachter bevindt zich uiteraard de mogelijkheid om te tanken. Die open je door er even op te drukken. Ik doe dat linksboven. Dan kan hij dus heel makkelijk kan hij dus open. Hier zien we dus de mogelijkheid om natuurlijk benzine of diesel, nou in dit geval de benzine, uitvoeren te doen. Hier aan de zijkant heeft hij dus een heel makkelijk clipje waar je dus de dop aan kunt hangen. E5 en E10, dat is dus mogelijk bij deze. Dit is een 1.6 turbo benzine uitvoering met automaat. Diesel is uiteraard mogelijk en heeft hier ook nog de AdBlue toevoeging aan de linkerkant. En dicht, druk je maar uiteraard zo weer dicht. Wanneer de deuren vergrendeld zijn, dan krijg je hem uiteraard niet open, dus voor de veiligheid weer. Nou, ik wil jullie super bedanken voor het kijken van deze video. In deze video heb ik dus uitleg gegeven over het exterieur van de Opel Granit X. Binnenkort volgt er ook een andere video over het interieur van deze Opel Granit X. Nou, zijn er vragen, stel ze gerust. Of bezoek onze showroom aan de Natuurbaan Noord 133 Roden, waar we uiteraard deze modellen hebben staan. En natuurlijk is een proefrit ook mogelijk. Mijn naam is Hendrik Liewers, super bedankt en graag tot de volgende keer.